Zo, vanaf Numansdorp even naar Berkel. Net even geladen. Berkel gaan we even wat spullen eruit donderen. Om zo weer de volgende opdracht aan te kunnen nemen. Uit je kop. Linus is, die moet ik elke keer opnieuw uitzetten. Want die staat standaard aan zodra die motor start. En ik vind het heel erg hinderlijk, want je pakt wel eens een lijntje. En behalve als je richting aangeeft, dan doet hij dat niet. Het is natuurlijk een heel mooi waarschuwingssysteem, zeker als je s'nachts aan het rijden bent op een snelweg. En je bent een beetje moeier, dan vind ik het echt wel een zeer oké apparaat. Waarschuwt je dat toch wel als je over de lijn heen gaat. Je zou er even wakker kunnen schrikken als je in slaap zou vallen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je in slaap valt achter het stuur. De huidige wet en regelgeving die zorgt er ook voor dat het eigenlijk niet zou moeten kunnen gebeuren. Rijtijdenwet, rij- en rusttijden. Maar ja, als je natuurlijk je rusttijd hebt en je besluit om s'nachts in de kroeg te gaan zitten en s'morgens weer te gaan rijden, dan, ja, dan ben je alsnog wel moe, denk ik, de andere dag. Ja, dat moet je natuurlijk ook niet doen. Hier gaan we daar 29 op. Richting Rotje Knor. Ja, je kunt met zo'n dashcam natuurlijk heel goed zien wat een bochtenwerk je moet doen bij zo'n rotonde. Dat is heel goed zichtbaar. En dan liggen er wat in Nederland inmiddels hoor. Hey, keleer. Het is wel een verbetering ten opzichte van verkeerslichten of kruispunten zonder verkeerslichten. De doorstroming is veelal een stuk groter. Niet in alle gevallen, maar in de meeste gevallen wel. Maar ja, je hebt wel een hogere bandenslijtage, dat is één ding wat zeker is. Dat maakt ook veel meer bochten.
zicht is best goed. Ik kan best wel ver kijken. Ik weet niet hoe het op beeld is eigenlijk, maar hier vandaan kan ik best veel dingen zien. Centrum van Rotterdam, ik zie daar de Wenatoren aan de linkerkant. Als het een beeld is, dan staat het links. Kijk, is het een beeld? Volgens mij wel. Wenatoren, het lijkt het Nationale Nederlander gebouw. Flat nog steeds in Rotterdam volgens mij. Beeld voor jullie, maar ik kan hier ook de Euromast zien en ja, het hele centrum, communicatietoren van de Waalhaven, die in de Waalhaven staan. Zelfs de terminalkranen zien van het bedrijf ook alweer. Kan ik even niet opkomen, zeg. In de Waalhaven zitten. Uniport. Ja. Zijn die kranen als die omhoog staan, dan zie je, die zijn rood-wit geklopt, rood-wit gestreept moet ik zeggen. Dit zijn ook de enige. Zou het helemaal breed hier vandaan zijn? Geen idee.
Noordtunnel. Dan gaan we richting het Vaanplein. Met het Vaanplein gaan we hier vandaag gezien naar rechts, richting de Van Brienenoordbrug. Van Brienenoordbrug over. Richting de A20. Pakken nog een stukje A16, hè, tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbregge. Een stukje A16 dus, waar de Van Brino tussen ligt. Dan gaan we de A20 op richting Rotterdam Centrum. Die afslag pakken we ook. Om dan zo binnendoor weer terug te rijden naar Berkel en Roderijs. Qua kilometers veel korter zijn om het Vaanplein recht over te steken en dan dwars door het centrum heen te rijden. Door de Maastunnel heen. Maar ik betwijfel of het sneller is dan eerste. Tweede is nog niet handig. Om dwars door het centrum van de stad heen te gaan crossen, als je ook heel mooi omheen kunt rijden. Zo, hieraf richting Utrecht. Dat verwart nogal eens ook mensen. Maar het is kennelijk hier vandaan toch de kortere weg om via de A20 naar Utrecht te rijden. Dan de A15 op te schieten. Dan de A16 op. Richting Van Brienenoordbrug.
wegennet van Nederland behoort wel tot een van de betere van Europa's, van Europa. De kwaliteit van asfalt is over het algemeen goed. En er is de laatste jaren steeds meer asfalt bijgekomen om betere verbindingen te krijgen. En ook daardoor minder verkeersdrukte te hebben op bepaalde punten. Dat filevorming tegen zou gaan. Feit is wel dat het wel steeds drukker wordt op de weg. Steeds meer mensen gaan autorijden. Ja, hoe komt dat? Ja, openbaar vervoer is ook gewoon heel erg duur in Nederland. Dat is een heel groot nadeel. Aan de ene kant willen ze de mensen graag de auto uitjagen. Voor alles schreeuwen duur te maken, maar goed, ze maken het openbaar vervoer ook duur. Dus dat blijft altijd tegen elkaar afwegen en dat doen ze volgens mij gewoon bewust. Want als heel veel mensen de auto uitgaan, dan lopen ze heel veel inkomsten mis. Waaronder wegenbelasting. En zou het ook weer niet goed zijn voor de economie, want dan gaan er weer garagebedrijven sluiten en dan weer minder monteurs nodig. En het mest snijdt altijd aan twee kanten, ook in dat geval. Ik ben bang dat dat altijd wel zo zal blijven in dit land. En als ze mij in een trein krijgen of in openbaar vervoer, als dat niet nodig is, dan zal ik het zeker niet doen. Nou, we naderen de Van Brienenoordbrug.
splitsing van de A20. Linksaf richting Den Haag en Hoek van Holland. Rechtsaf richting Utrecht, Gouda. Hoek van Holland ben ik gisteren nog even geweest met moeders de vrouw. Met Suzanne. Het is prachtig weer. Was daar een kofferbakmarkt. We willen even gaan kijken. Allemaal oude teringzooi. Maar het was heel erg mooi. Ik heb een stukje gelopen daar. De pier even uitgelopen. En zo langs het strand. Een stukje boulevard. En terug naar de auto. Nee, niet op het terrasje gezeten. We sterven stuk op het terrasje. Alle terrassen zaten helemaal vol. En dat vind ik ook helemaal leuk om daar te zitten. Alleen het enige nadeel vind ik altijd dat je dan tergens lang moet wachten op je drankje. Dat vind ik behoorlijk irritant bij de strandtenten. Die ervaring hebben wij ruim. Ja, maar ook niet zeggen van wachten. Hè. Je lekker in het zonnetje, maar dan willen we er ook een drankje bij hebben. En dan zo snel mogelijk. Dus toen zijn we lekker naar huis gereden en hebben thuis lekker een drankje genomen. Stukje A20. Buiten, dus 10:30 geweest. Lekker man. Wissel van banen en mensen die er flink afrennen voor de afritten. Ik heb de trajectcontrole hier, die staat nu op 80 km/u. Die is variabel, die is ook wel eens 100 km/u. Dit stuk. En als er dan 80 staat, dan rijden de meeste mensen 70 of 75. Want de meeste kilometertellers en personenauto's echt absoluut niet kloppen. Meestal
tussen 5 en 10% meer aan tot ze daadwerkelijk rijden. Ik zelf ook last van met een busje hoor. Met een vrachtwagen rij je eigenlijk altijd geëikte snelheid. Echte snelheid. Dat komt omdat de tachograaf en de snelheidsmeter die in de vrachtwagen zit, moet worden geëikt. Dus een stukje wet en regelgeving. Dit is het Sint-Franciscus gasthuis. Daar ben ik ook wel eens een keertje geweest. Een keer met een gebroken pols daarin gelegen. Een week in het ziekenhuis van gebroken pols. Ja, ja. Dat had ik wel goed voor elkaar moet zeggen. De jaren 90. De tijd dat ik nog taxi reed. Thank you.
zo naderen we Berkel en Roderijs eigenlijk alweer. We gaan vrij vlotjes vandaag. Weinig verkeer op de weg. Lekker hoor. Vakantietijd. Ik hou ervan. En dan het prachtige weer nog eens een keertje erbij. Die gele palen die je ziet, die zijn van Vliegveld 16 over. Of ik moet eigenlijk zeggen Rotterdam Airport De Heek. Rotterdam De Heek. Nee, het is nou Rotterdam De Heek Airport, ja. Voorheen 16 over. Dat zijn de verlichtingspalen voor de vliegtuigen. Zodat ze zien waar ze moeten gaan landen. Nou, zo kom ik alweer in de buurt van het industrieterrein de Spoorhaven. Berkel en Roderijs. Dat ik daarna net moeten zijn zo'n beetje. Dus bij deze bedankt voor het meerijden, bedankt voor het kijken. Graag tot een volgende rit. En ik zeg natuurlijk weer toedeledokie.